Nou, goedemorgen allemaal. We zijn nu lekker aan het ontbijten buiten. En ik ga zo meteen zwemmen. En voor de rest weet ik niet echt wat we gaan doen vandaag. Weet jij het al, pap? Nee. Nee. Lekker niksen. Gewoon lekker niksen, denk ik. Een beetje wandelen misschien. Vindt mijn broertje wel leuk, denk ik. Ik heb een broodje. Hij heeft een broodje, hoor. Kijk, dit is het ontbijt. Lekker met thee. Er zat een vlieg in, maar die is nu weg. Epic. Duim. Ja. Ja. Je stinkt. Dat is vies. Heel, je bent echt vies. Heel, je bent echt vies. Heel. Vies. Jij doet het zelf ook. Vies. Jij bent vies. De het. De het. De ik. De ik. Nou, ik ben dus nu onderweg naar het zwembad. Mijn broertje zit nu alleen in het huisje van mijn ouders. Die zijn wandelen. Ik weet niet waar, maar ze zijn in ieder geval wandelen. Ik ben echt heel benieuwd hoe het zwembad eruit ziet. Ik heb wel een en andere foto's gezien, maar misschien ziet het er wel heel anders uit. Het is volgens mij niet echt een heel groot zwembad of zo. Ja. Hoi! Daar is ze! Zeg je? Daar is ze! Ga je zwemmen? Ja! We wachten echt niet tot we 2 uur hier al. Oh, zijn jullie bij aan het wachten? Ja. Echt? We wachten hier al 2 uur, hè? 2 uur? Iemand gaat hier net weg. Oh. Ja, we willen wel zien. Wil jij filmen? Ja, ik film mezelf. Nou, ik heb de sleutel van het zwembad. Want door corona moet je nu reserveren en zo. Je kan niet zomaar gaan zwemmen. Ik weet eigenlijk echt niet waar het zwembad is. Ik loop maar gewoon een beetje ergens naartoe. Nou, hier is het. Ik heb ook lekker een mooi plekje gevonden hier zo. Oh, dit is het zwembad. Meer kan ik niet filmen, want daar zitten mensen en die wil ik niet zomaar filmen. Zo, ik ben net even het water in geweest. Het enige jammer vind ik wel, is dat ik niemand heb om zwemminnetje mee te spelen. Ik bedoel, mijn broertje doet niks anders dan gamen en mijn ouders zijn aan het wandelen. Maar in mijn eentje vermaak ik me ook wel. Nou, ik ben weer terug van het zwemmen. Ik heb net even lekker gedoucht om al het chloor eruit te wassen. En vandaag gaan we eigenlijk niet echt zoveel doen. We gaan gewoon, ja, vanavond gaan we gewoon weer eten hier in het park. En voor de rest weet ik het eigenlijk niet, eerlijk gezegd. Nou, we gaan nu uit eten. Weer bij hetzelfde restaurant hier in het park. En dan is de dag alweer voorbij, denk ik. Nou, we zijn weer terug. Van het eten. Ja, ik heb het niet gefilmd. Want ja, ik heb eigenlijk gewoon exact hetzelfde genomen zoals wat ik altijd neem. Behalve dan de pasta. En voor de rest, we gaan niet echt heel veel bijzonders doen. Dus misschien dat ik zo meteen nog wel een en ander vlog. Maar dit was het eigenlijk voor vandaag. Morgen gaan we... Ik weet ook niet wat we morgen gaan doen, eerlijk gezegd. Morgen ga ik in ieder geval een uurtje zwemmen om 10 uur 's ochtends. En voor de rest weet ik het niet. Want zondag gaan we alweer weg. Ik denk dat dit het dan weer was voor vandaag. Zoals je ziet, misschien een beetje een saaie vlog. Maar je doet ook niet altijd spannende dingen op vakantie. Dus morgenochtend ga ik weer een uurtje zwemmen. En voor de rest weet ik het eigenlijk nog niet. Hallo allemaal, welkom terug bij weer een nieuwe vlog. Zoals je ziet, dit zijn 2 dagen in 1 video. Dat is omdat de vlog van gisteren was een beetje kort. Het was echt maar 4 of 5 minuten of zo. En dat vind ik een beetje te kort voor een vlog. Dus ik denk, weet je wat, ik combineer gewoon de 2 dagen bij elkaar. Dus ik ga nu weer een uurtje zwemmen. Het is nu 10 voor 10. En om 10 uur had ik een uurtje gereserveerd om te zwemmen. Het is helaas wel kouder dan gisteren. Gisteren was het echt 26 graden of zo. En nu, ik loop in een jurk. En het is best wel koud, kan ik je vertellen. Nou, ik heb weer de sleutel. En we gaan lekker zwemmen. Nou, moet je kijken. Ik ben gewoon helemaal alleen. Nou, ik ben weer terug van het zwemmen. Al een tijdje. En... Oh, mijn broertje gaat meteen ergens anders zitten hoor. Nee, ik heb net even gedoucht. En zo meteen gaan we lekker lunchen. In plaats van ontbijten. Gewoon hier beneden bij het restaurant. Hè? Duimpie. Hij steekt zijn duim omhoog. En mijn broertje is Pokémon Go aan het spelen, maar dat mag ik niet filmen. Toch? Nee, want ik ben gewoon te goed. Je bent te goed. We zijn nu bij het restaurant. Nou ja, we zijn nu eigenlijk meer bij de lobby. Wat kijk je nou? Mijn broertje zit te zwaaien naar de camera. Hierachter, dus niet hier. Maar goed,
Mijn ouders willen even kijken of er nog wat leuks te doen is. Nee. Wat nou nee? Nee. Jij bent nee? Nee. Dus we gaan hier even lunchen. Nee. En wat ga jij nemen? Nee. Wat ga jij nemen? Nee. Oh, hij gaat nee nemen. Toch? Nee. Wat ga je nemen als eten? Nee. Nee, oké. Nee? Nou, ik hoop dat je het lekker vindt. Nee. Maar goed. Nee. Dus we zijn benieuwd of het leuks te doen is hier in de buurt. Morgen gaan we naar huis. Heb je er zin in? Ja. Lekker met je computer? Ja. Je bent ook bijna jarig, hè? Jazeker. Wat wil je hebben voor je verjaardag? Cadeau. Cadeau. Wat voor cadeau? Ingepakt. Ingepakt. Ja, maar wat wil je zeg maar in het cadeau? Wat wil je in het ingepakte? Een cadeau. Ja, maar daar heb ik niks aan. Ik wil een cadeau. Ja, maar wat voor cadeau? Cadeau. Laat maar. Ik heb lekker een broodje carpaccio. Mijn vader heeft een uitsmijter. Mijn moeder heeft een... Tosti. Tosti, oké. Okay. En mijn broertje heeft weer een broodje frikandel. Zoals gewoonlijk, hè? Niemand is verbaasd. Niemand is verbaasd. Nou, we gaan nu naar een dierentuin. Het heet Zoo Park of zo. Het is een half uurtje rijden. En ja, het was gewoon heel spontaan eigenlijk. We zagen het voorbij komen en we denken, ja, we gaan toch nog even op de laatste dag ergens heen. Hallo. Gegroet. Gegroet. Want morgen gaan we namelijk alweer weg. Weet ik. Ja, tuurlijk weet je dat. Jij zit gewoon bijna af te tellen. We zijn er. Nou, we hebben maar even een paraplu meegenomen, want het is nogal wat weer buiten. Monkey. Hè? Mijn broertje wil heel graag de apen zien. Monkey. 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 We noemden je ze ook alweer? Monk. Monk. Hier zitten penguins. Oh, daar. Ik zag ze eerst helemaal niet. Dom. Wat nou dom? Jij bent dom. Ik kan ze wel zien. Nou, vogels kijk, hier of vissen? Ze wel. Zijn volgens mij meer vogels. Ja, penguins. Wat schattig, ze slapen. Met pinguïn. Dit zijn toch kamelen? Een dromedaris. Of een dromedaris, oh ja, want die heeft één bult, ja. Oh, ik weet niet of je ze goed ziet, maar daar liggen kangoeroes. Oh, ja. Wat geluid, ze zijn weg. En dat is er ook eentje daar. Ja. Ze waren groot. Eentje zit naar me te kijken. Wat zijn dit voor zwanen dan? Schatte zwanen. Deze lijken een langere nek te hebben ofzo. Of ligt het aan mij? Kijk, daar ligt ook nog een kangoeroe. Hier ook. Wat voor kangoeroes zijn er? Deze hebben geen zin in mensen vandaag. Ze zijn allemaal aan het dutten. Kijk, en daar ligt er ook eentje, helemaal afgezonderd van iedereen. Ze zijn allemaal aan het dutten. Ja. Het is juist leuk als we er eentje zien springen. Oh nee, hij is aan het schuiten. Oh, laten we hem even privacy geven. Kijk dan, nee. Wat is dat? Kijk, er zit een kindje in. Kom die. Ja, ik weet niet of jullie het kunnen zien hoor, maar als je goed kijkt zie je zo'n pootje eruit steken. Deze kangoeroe ligt erbij als een gemiddelde vader op de bank. Kijk dan. Of was een gemiddelde tiener om 11 uur op de bed? Nee, zo lig ik nooit op bed. Nee? Nee. Hier, kijk, kijk, kijk. Grappig hè? Hij is ook aan het eten. Nou, het jonkie is aan het drinken, krijg ik te horen. Even kijken, wat zit hierin? Een Zuid-Amerikaanse tapier. Hij lijkt op Octo. Ja, dat is een niet volgens mij, toch? Nee, dat is een... Toch een lange toch een lange snuitel. Ja. Dit zijn de grootste knaagdieren van de wereld, volgens mij. Ja, ik weet niet wat dit is, maar het ziet er leuk uit. Kijk, en daar ligt een kleintje. Mijn broertje noemde het de cavia. Wat zeg je nou? Een reuzenbever. Een reuzenbever. Daar zit er ook gewoon nog een. We hebben het niet eens gezien. Hallo. Hoi. Nou, dit is wel echt een van de leukste dierentuinen die ik heb gezien. Omdat het zo open is en zo. En het is niet zo gesloten. Dus behalve dan bij die grote dieren, denk ik natuurlijk. Ik denk als je daar dicht in de buurt komt, dat ze je aanvallen. Dus, en waar zijn we nu? Weet jij het verschil tussen een kameel en een dromedaris? Eén bult. En welke heeft één bult? Een dromedaris. Goed zo. Zijn het monkeys? Wat is het dan? Wasbeer. Een wasbeer. Nee, echt niet. Is het echt een wasbeer? Ja. Oh, je hebt nog gelijk ook. Ik denk je maakt een grapje. Alleen we zien ze niet. Ja. Ja. Moet je ook hier staan? Nee, hallo. Nee, kijk, hij ligt gewoon. Hij ligt gewoon te maffen. Ze liggen allemaal te maffen. Hallo. Wakker worden. Nou. Ja, ik kom hier toch niet voor Jan lul. Ik wil wel zien, antwoord ik boos. Het is zeker dutjes tijd of zo. Dat is allemaal licht te pissen, al die beesten. Wat is je lievelingsdier? Monk. Dacht ik al. Nou, je hebt je monkeys gevonden hoor. Je monks. Wat is hij aan het doen? Het lukt hem niet wat hij ook aan het doen is. Of ja, zij kan ook. Ik denk dat hij insecten aan het eten is. Mieren en larven. En dat ze erop slaan om die beesten eruit te krijgen. Schiet op aap, doe iets. Doe iets interessants. Doe iets interessants. Stom het gewoon. Doe grappig. Doe grappig. Monk. Appie. Ga weer slaan met je stok. Even rammen. Kom maar even Tito. Als hij nou aan het vreten. Gaat hij hier hoor. Gooit hem zo naar ons toe.
Hier, jullie maken me belachelijk. Aanpakken. Hey Bert. Kijk, nog meer apen. Daar zit er ook één. Kijk. Oh. Niet vallen, hè? Kijk, daar zit ook een aap. En wat is dit? Dat is gewoon pissen. Dit is die... Ja, pissen. Dat is schijf. Die heeft ook geen zin in ons, volgens mij. Ik zie hem niet, hoor. Je bent echt blind. Ja, ik heb ook geen bril op, inderdaad. Oh, ja. Oh wacht. Ja, maar op de grond, Robin. Ja, daar. Oh. Hallo. Sorry, hoor, dat ik geen bril op heb. Wat nou dom. Ik ben helemaal niet dom. Oh, daar zit er ook eentje verstopt. Hier, kijk dan. Daarboven? Ja. Dat weet ik. Het schijnt dat hier nandoes zitten. Het lijkt een beetje op struisvogels, maar ik zie ze nergens. Wat jammer. Hallo. Dat is gewoon heel klein. Jij bent ook heel klein. Kijk. Dat moet jij zeggen. Oh, ze zitten hier zo. Ja, bij de lama's. Oh, bij lama's moet je oppassen, want die spugen gewoon naar je. Een lama. Ja, kijk, en daar zijn de nandoes. Van mij gaat niet aanvallen. Jou gaat aanvallen. Ja, hij staat helemaal zo, toch? Volgens mij gaat hij jou aanvallen. Die struisvogel. Nee, die dinges. Lama. Wat nou, laat maar. Oh. Ja, dat bedoel ik. Hij kijkt naar jou toe. Hè. Wat kijk je naar me? Oké, doei. Ik denk dat ze voer krijgen of zo. Want die andere beesten gaan er ook heen. Een poepvogel. Jij bent een poepvogel. Nee. Wel. Hallo. Het vogel. Kijk, zeg eens. Kom dan als je durft. Kijk, zeg eens. Kom dan. Oké, doei. Ga maar weer, hoor. Wat doe je nou? Je hebt hem weggejaagd, jij. Wat ga je doen, pap? Kijk je allemaal aan, man. Wat doe je? Ja, kijk. Wat voor mafkees is dat nou weer? Kijk naar wat meer. Toch, kom maar. Ik ga stikken. Oh, lukt het niet? Had ik je even moeten helpen, schat? Nou. Kijken, waar is de tijger? Een tijger! Is ook aan het pitten. Is ook aan het pitten, ja. Een beetje, maar heeft hij wel lekker ruimte. Ja. Achterin, die slaapt ook. En weer met hun kont hier naartoe. Ja, ze hebben geen zin in mensen volgens mij vandaag. Wat als hij het water in poept? Nee. Wat? Wat als hij het water in valt? Ja, weet niet. Een boes. Boes. Nou, daar zijn leeuwen. Ben ik ook wel benieuwd naar. Lion Safari. Volgens mij hoor ik wel jawel, wat. Hier lopen ze gewoon los. Nee joh. Ja. Ja man. Je hoort ze toch? Ja, je hoort ze. Maar die zitten waarschijnlijk gewoon... Waar zijn die leeuwen dan? Nou, geen leeuw te bekennen hier zo. Oh, mooie leeuwen zeg. Wow. Staat er 100% gegarandeerd een leeuw. Nou. Mooie leeuwen. 100% is hij onzichtbaar of zo. Nou, we hebben ze gevonden hoor. Oh, daar heb je nog meer. Drie leeuwen, vier leeuwen. Wauw. Daarachter zie je nog een pootje. Wauw. Ah, ik ben veel stoerder dan jij, ouwe. Dag, leeuwen. Was gezellig. Gewoon grote poes. Grote poes. Even bij. Nee. Leeuwen zijn de enige katten. Eend. Oh. Hoor je net? Ja. Zo, hé. Hey. Nog een keer. Wacht, zegt de leeuw. Oké, doei leeuwen. Nu echt doei. Doei. Oh mijn god, er zijn ook gewoon giraffen. Daar moeten we heen. Oh, kijk nou. Je kan hier ook gewoon in de bus gaan zitten. Oh, waarom doe je hem dicht? Ik moet er ook nog in, hoor. En daar heb je ook een giraf. Ik zit nu in de bus. Het is best een oude schoolbus, volgens mij. Maar ja, hier kan je gewoon eten en drinken. Het is echt vet grappig hier zo. Je hebt ook een mooi uitzicht op de giraffen en de eenden. We zijn maar even teruggegaan naar de leeuwen, want we zaten net te drinken. En we hoorden ineens allemaal gebrul, maar nou is het gestopt. Wat jammer nou. Hé, hey, maak eens even geluid. Doe maar. Nee? Nou, laat maar zitten. Doei. Kijk, een giraf. Kijk, een olifant. Oh, ze lopen wel los. Wow. Nee. Ik schrik me. Maar dan lopen ze los. Kom, we lopen die kant op. Kom maar, lang maar voor mij. Man, ze doen echt niks, want anders laten ze jullie niet lopen hoor. Ik schrik me dood, blijkbaar staat er ook nog een paar boven. En daar zit er ook eentje. En daar. Schildpad. Schildpad. Ik zie er geen liggen. Waar? Kijk hier dan. Hier, daar. Oh ja. Een schildpad. Een padschild. Turtle.
Turtle. Kijk dan hoeveel. Kijk, ook een baby daar, ja. Een kuif. Hij lijkt een beetje op een hoen, maar ook op een koet. Ja. Oh, ja, ja. Dus hebben ze wel gezegd, nou dan doen we duif, hem van alles wat. Duif, hondenkoet. Ja, 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 allemaal. Hey, en deze, wat eten deze nou? Schorpioenen en... Nee, met name van fruit en groenten. Oh toch? Ja. Kijk, ze gaan weer terug. Dit is een fossa. Waar zijn ze? Waar zijn de fossa's? Misschien hier? Die niks. Poepbeesten. We hebben de fossa gevonden. Hier ben ik lekker in een hoekje zitten. Iedereen zit te pot kijken. Nou, dit zijn giraffen. Kijk, die staart ook. Of en ze zijn ook brassa meerkatten of zo. Oh, daar boven. Wat? Oh! In de boom. In de boom zitten ze. Yo, monkey. 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 Monk. Monkey zie, monkey doe. Monkey. Wat zie je daar dan? Monkey. Ik denk ze zijn iets van aapachtig of zo. Hier. Brassa meerkatten. Oh, daar. De meerkatten. Ik denk een monkey. Hij zie je in het Engels het de brassa als monkey. Het een monkey. Monk. Monkey. Niet te geloven, hè? Zijn we weg? Ja. Beginnen de leeuwen ineens geluid te maken, nou? En dit zijn vogels, wat voor vogels, geen idee. Oh, dat is dan... Ach, hier, dat ik dacht niet. Wat is het dan? Ja, zo'n arendsding. Een arendsding, oké. Okay. Ja. Dat is een arend, toch? Ja. Een hele grote. Een condor, denk ik. Dit is gewoon een veertje van deze vogel, joh. Oh, ja. Hoe die hier terecht is gekomen, geen idee. Nou, ik ga hierin. Echt, ik heb echt angst gewoon. Ik ben dus in het hok. Ja, in de foyer, hoe heet dat? Foyer, ja. Kijk, daar is de arend. Of de gier, wat dan ook. Ja. Een gier. Oh, je durft toch wel? Huh? Je durft toch wel? Ja. Wat ben je stoer, man? Is dat een vogel of dat een vogel? Nee, dat is een echte vogel. Nee, dat, daar. Ik vond het toch wel spannend, hoor, zo erin gaan. Nou, deze slapen ook. Zoals gewoonlijk hier, denk ik. Nee, hier zie je niks aan. Nee. Wel alsof ze zeggen, als die familie Salomons langskomt, ja, dan gaan we gewoon met onze rug naar de zoek. Ja, kijk. En die raadtal. Kijk, kamelen. Zo, die zijn groot. Een penseelzwijn. Achter heb je hem. Oh ja. Hallo. Nou, ook met zijn kont naar ons toe, hè? Ja. Hey, een nijlpaard wil ik wel zien. Olifant, waterolifant. Waterolifant. Nou, waar zijn ze dan? Maffe. Komen ze net uit het water, zo woesh. Gegroet. Wacht, ze daar een... Oh nee, het is een steen. Het zijn levensgevaarlijke nijlpaarden. Ja. Waar? Ja, die zijn verhuisd. Verhuisd. Naar Hoofddorp, nou. Ja, weet ik veel. Zien we ze hier niet? Nee. Om nog iets om de flamingo's te zijn. Nou. Ik denk dat je je doodschikt als ze net uit het water verschijnen. Nee, zo snuit boven. Nou, waar zitten ze? De nijlpaarden zijn onzichtbaar, denk ik. Hallo, nijlpaard, komt tevoorschijn. Nou, hallo. Akkoorden. Die kunnen. Ik zie alleen een vis. Ja. Die kunnen zelfs cobra's eten. Pipi-lanka zaapje. Okay, oh, daar heb je die andere, daar in de verte. Goed zijn, hè? Ja, van Pipi-lanka's. Heet Gerard genoeg nu. Dat weet ik niet wanneer die aap. Even kijken binnen, daar heb ik niet. Aapje, ga eens overlopen. Aapje. Nou, hier hebben we de pelikanen. Kijk, er zit ook gewoon een hele groep met pelikanen. Ja. Hou je het nog vol? Benen doen pijn. Oh. Kijk, het pelikaan. Het pelikaan. Kijk, nog meer monk. Monk. Zometeen komen ook de flamingo's, zoals je zo meteen ziet. We gaan volgens mij nu naar een nieuw gedeelte, dat heet Madidi. En daar heb je maar allemaal apen en zelfs slangen. Zijn er ook slangen? Je hebt hier ook allemaal holletjes. Ja. Kijk, daar heb je twee. Dus ja, dat is wel afgaven. Ja. Moeten nou, jullie hier doen? Ik wilde net een foto maken. Kijk, wat een holletje. Ja. Kijk, daar is hij hoor. Hij is hier nog nooit afgaven. En dat doen ze bewust. Hé. Hey. Hallo. Kijk dan. Hallo. Wat is er? De rest ligt nog te slapen, denk ik. Oh, gaat hij weer graven, hoor. Je moet toch op film drukken, man? Hey. Nu filmen we. Ik ben ook aan het filmen, hoor. Kijk, het gaat er anderen. Zo, dan krijg je het zo nog in je gezicht. Kijk, kijken. Kijk, dan gaat echt weer. Oh ja, met z'n tweeën. Hallo.
Hé. Hey. Nou, we gaan weer naar binnen. Kijk dan, al deze flamingo's. Oh, je hebt ook nog vogels. En je hebt allemaal eenden, kaneeltalingen of zo. Hé, hey, lief doen tegen elkaar, hè? Oh ja. Maar die veren gaan ook helemaal omhoog. Ja. Lief doen tegen elkaar, hè? Even rustig. Hey, iedereen gaat kijken. Drama, drama. Vechten in de straat. Oh jeetje. Oh. Hun denken ook, ik bemoei er me niet mee. Komt er nog eentje. Oh jeetje. Het is een paringsritueel. Mooi zeg met die oranje vleugels. Dat moet niet zien. Zo. Meteen drama. Oh. Nu komen ze hier naartoe. Kijk ze nou met z'n allen. Het is echt een club gewoon. De gang. Ja, de gang. Oh, kuikens. Die zijn echt heel mini. Gaan we proberen hoor. Nou, heel schattig. Waar gaan we nu naar binnen? Apen? Ja, je zit gewoon met apen daarin, joh. Echt? En dat kan gewoon? Nee, toch? Jawel. Zo, het is meteen wel echt een broeikas effect zo warm is. Hé, daar is een monkey. Ik weet niet of je hem kan zien. Oh ja. Dat zit hier. Oh ja. Het is wel echt warm. Echt. Alsof je een sauna betreedt, joh. Het is een beetje warm hier. Hallo, aapje. Zo, wat een groot beest ook meteen. Wow, moet je kijken. Om te zijn. Het zijn twee op elkaar. Ik geloof dat deze niet zo vriendelijk is. Is hij ook niet? Nee, het is een wurfslang, het is geen gifslang. Nou, een wurfslang is ook kijk, wel link, hè? Dan ja, alsof een wurfslang. Nee, maar luister, een kijk, hij is een verveller, zie je dat, Robin? En dit zijn piranha's. Nou, daar moet je echt geen ruzie mee hebben, denk ik. Hallo, vogel. Alles goed? Nee, even waar zijn we? Gegroet. Hallo jij. Hallo jij. Hoe maakt u het? Hoe maakt u het? Kijk, alles goed. Vindt hij grappig, hoor. Kijk, zijn dit beren? Ja, ik weet niet wat het is, maar... Het lijken wel beren. Nee, het is meer zo'n hondachtig stinkje. Ik heb op televisie gezien dat jullie ontzettend veel schijken. Ze kunnen hier ook gewoon tussendoor. Dat ze dat niet doen, ik begrijp dat niet. We zijn nu bij een restaurant, het heet Hofhakkers. Dus daar gaan we lekker eten. Broodje. Wat? Broodje. Wat kom jij ineens met je broodje? Een broodje. Nou, wat ga jij nemen vandaag? Broodje. Een broodje. Een broodje wat? Broodje. Een broodje broodje, oké. Ik heb lekker weer een tomatensoepje. Het ziet er echt heel leuk uit. Heb je het gezien, mam? Ja, leuk. Zeker. En wat neem jij? Brood. Brood. Ja, hier brood. Mijn vader heeft, wat heb je? Uiensoep. En mijn moeder heeft broccolisoep. Nou, ik heb sperrips genomen deze keer. En mijn moeder heeft een vegetarische... Wat heb je nou weer, mam? Ja. Dank je. Nou. Niet zo. Laat hem even. Mijn broertje dacht, laten we even wat anders nemen, hè? Laat me. Nee, ik laat je niet. Nou. We zijn net terug van het restaurant en we hadden niet echt tijd voor een nagerecht, want ja, we moesten het veerpontje halen, dus we hadden niet echt tijd voor een nagerecht. Dus we gaan nu beneden even lekker een ijsje halen. De ijs. De ijs. Vond je het leuk vandaag? Nee. Oei. Oké. Nou, dat is mooi. Ik heb lekker een horentje met marshmallow ijs en vanille ijs. Gewoon lekker simpel. Ik had niet zo heel veel trek. Kijk. Een regenboog. Zo, wat zeg je nou? Jij moet altijd poepen.